zijn nog steeds in de gelegenheid om dit festijn te organiseren. En ik heb het genoeg als voorzitter van die stichting om jullie allemaal welkom te heten. De bekendmaking van de beste krenter of krenster. En dat zal zo gebeuren door de heer Groenewegen en de oude drijver. Nou, mag ik niet zeggen. Ze is helemaal niet oud, ze is 85. Ben je gek? Dat is mede mogelijk gemaakt door een chrysantenbedrijf. Zento chrysanten, die hebben de chrysanten om niet beschikbaar gesteld en de rekken die zijn beschikbaar gesteld door Zuidkoop. En voor de rest is Ton Immerzeel hoofdverantwoordelijk voor hoe het er allemaal uit gaat zien. En ik denk dat hij daar al een groot compliment voor krijgt. Kitty de Groot. Tweede prijs is voor Kees Groenewegen. Nou, mag ik feliciteren? Ja, hoor. Gefeliciteerd. Ja, daar deed hij het eigenlijk voor. Dat is het. Prijs. De grote verrassing van het jaar 2018. Dat is op de eerste plaats Anneke Nederbelt. Joehoe! Hallo. Hallo. Wat mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel. Alsjeblieft. In deze orde. Oh, nee. De euvele moed gehad dus om uw producten te keuren. Waar hebben we zo al op gelet? Wij hebben gelet dus op de kleur van de korrel, de grootte van de korrel, de vorm van de tros en een algeheel beeld. En het is ons opgevallen, dus deze keer ook weer, toch wel, dat er behoorlijk wat verschillen zijn. Maar ik wil ook zeggen dat degene dus die geen prijs hebben gehad, dat wij daar blij mee zijn, omdat er op een bepaald ogenblik ook mensen zijn die durven mee te doen. En dat moeten we blijven natuurlijk activeren, dat de mensen dus actief moeten zijn om mee te doen. Want dat is belangrijk. U zelf zal zo dadelijk langs die rij lopen van kistjes met druiven en de verschillende soorten. We hadden bij elkaar 13 verschillende soorten druiven hadden we. En u weet dus uit de, waarschijnlijk niet allemaal dat u dat weet, maar dat er 600 soorten zijn. Dus maar hebben we maar een heel klein gedeelte. En we weten ook natuurlijk dat we, ja, dat het een product is eigenlijk die sinds de mensheid eigenlijk aanwezig is, dat er een druif is. En eigenlijk hebben ze geconstateerd, dus de grote geleerden en de onderzoekers, dat er aan de Zwarte Zee in Armenië, dat daar de eerste druivenvlaktes zeg maar eigenlijk waren. En dat is eigenlijk zeg maar sterk uitgebreid toen naar Palestinië en Syrië en Egypte. En op een bepaald ogenblik is het via de Romeinen is het eigenlijk naar onze kant uitgekomen. Dat is een beetje een stukje geschiedenis natuurlijk over de druif. Die moet je toch wel even voor de foto, voor de foto's. Mag ook een foto met
weer volgens mij je best gedaan dus om een mooi product neer te zetten. En daar gaan de mensen de komende dagen van genieten. Om te kijken. Ja? Dankjewel. Oké, gefeliciteerd. En de bedrijven kunnen zo even de foto. Mag ik een foto ook? Ja. De glorie van Boskoop, de kleine druif. Die is ingeleverd. Nou, geweldig. Ja, daar. We hebben allemaal meegewerkt. Een goede aard, dat weet je. Ja, oh, ja, lekker. Fantastisch. Het is ook een plaatje. Ja, dat is ook. We zijn aan het einde gekomen van deze prijsuitreiking. Ik hoop dat u allemaal tevreden bent. Er zullen mensen bij zijn die... Er zijn toch ook certificaten. Gewoon fantastisch. Wordt behoorlijk verkocht. Maar laten we één ding niet vergeten. Er kan alleen maar verkocht worden als de druiven goed zijn en als ze er mooi uitzien. En daarvoor wil ik dan toch de krentsters en de krenters een keer uitgebreid bedanken. Want zij zijn degene die zorgen dat de kwaliteit van de druiven is zoals dat die is. En we hebben dit jaar, wat dat betreft, gewoon een topjaar. Dus graag een heel dik applaus voor die vrijwilligers die ieder jaar weer die bijna 30.000 kilo druiven komen krenten. Dan is... Je hebt geen kalm meer over om erin te zetten. Ja, ik zou het niet meer.